Dat moet je. Welkom dan weer op het kanaal van de Geo Insiders. Mijn naam is Diego Stakenburg, jouw favoriete software developer. En dit is hopelijk de laatste video vanuit het kamertje. Ja, deze vlog is iets anders normaal dan jullie hier. Maar nu zijn jullie daar. Ik weet dat het de afgelopen tijd niet de beste vlogs waren. Het was een beetje veel gepraat en dat gedoe en gebla. Maar het is toch gewoon handige informatie dat mocht je het willen weten, dan kan je het opzoeken. Dus ja, vanaf eigenlijk deze week al zit ik op school. De nieuwe vlogs gaan weer op school plaatsvinden. Daarom ook, al beloof ik, volgende video een beetje een show around van wat heb ik nou eens gemaakt. Want ik ben er wel bezig, maar ik heb zeker wel dingen gemaakt waar ik trots op ben. Dus ja, eerst volgende video krijg je alles te zien wat ik allemaal heb gemaakt. Maar oké. Dit is het laatste stukje grote informatie wat ik hier thuis ga doen. Ik weet niet hoe mijn volgende aankomende vlogs eruit gaan zien. Maar we gaan het hebben over de miners. In mijn vorige video had ik al een beetje met de Q&A verteld van oh miners en zo. En de vier hebben en zo. Maar ja, de vier miners zijn Internet of Things, Digital Signage, XR, verdieping programmeren. Dit zijn dus vier categorieën waar jij je in kan verdiepen. Heel veel dingen spreken al voor zichzelf, sommige dingen ook niet. We pakken de eerste. Verdieping programmeren. De naam zegt het al. Verdieping programmeren. Je gaat hier nog dieper in de lesstof en zo. En je gaat ook meer codetalen leren, zoals PHP en zo. Want die wordt in gewone lessen niet meer gebruikt, omdat we nu .NET hebben of C++. Ik weet niet, er is een van die vervangende en die gaan wij leren voor databases. Maar we krijgen dus ook nog PHP. Dus dat is verdieping programmeren. De volgende die we er even uitpakken. XR. XR is eigenlijk een naam voor VR en AR. En als je een beetje software kent, dan weet je wel wat VR en AR is. Maar voor de mensen die denken van VR, AR wel van gehoord, maar wat is het nou? Nou, VR, virtual reality. Dat is eigenlijk dat jij jezelf gaat in een virtuele wereld. Dus daarom draag je altijd een VR-bril. En dus kan je niet zo, je moet wel echt erin zijn. AR, augmented reality, dan breng je eigenlijk een andere wereld naar jou toe. Net zo bijvoorbeeld met het ooit razend populaire spel Pokémon Go, kon je met je camera kon je zo laten zien van, oh hey, nu staat Pikachuware. Dat is augmented reality, AR. En dus samen heet dat XR. Wat je vooral met XR gaat doen, is met Unity werken. Dus mocht je denken van, oeh, ik wil iets met games doen later, maar ik krijg niet echt per se les op het grafische systeem, maar ik wil toch nog iets. Ja, dan raad ik aan XR te doen, want Unity gebruik je heel veel voor game development. Dus als je iets met games wil doen, raad ik XR aan. Leg er mee. De volgende, Internet of Things. Nou, Internet of Things, denk maar aan smart producten. Een smart TV, smart fridge, maar ook, denk ook aan dingen zoals Philips Hue. Dat is ook een voorbeeld van een smart product. Dus ook bijvoorbeeld dat je met je telefoon de thermostaat kan bedienen. Of als je het even wat warmer wil hebben. Dat je een notificatie krijgt op je smart fridge. I don't know. Dat is eigenlijk Internet of Things. Dat alles met elkaar gaat werken. Ook een server zal waarschijnlijk ook onder Internet of Things vallen. Dus mocht je daar juist iets mee willen, hou die in de gaten. Weg mee. De laatste miner is digital signage. Je ziet hem eigenlijk als digital een sign, dus het Engels woord voor bord. En wat ze daarmee eigenlijk willen zeggen is, dingen moeten aangestuurd worden. Een bord bij de metro moet bepaalde dingen laten zien van, oh, ik heb hier reclame van, ook wil dit laten zien. Als je over de snelweg rijdt en dat er dan een groot bord is, dat kan ook nog. Dat is allemaal digital signage. Dat zijn alle miners. Nou, dit is een hele grote keuze die je gaat doen. Want je gaat best wel verschillende kanten op. Daarom heeft het GOR iets nieuws bedacht. Dit is al een tijdje, maar ze hebben een goede oplossing. In het eerste jaar krijg je alle vier de miners. Per periode behandelen ze twee miners. Deze vrijdag, de dag van de upload, begin ik pas met mijn miner. Dus ik kon helaas niks filmen. Ik had het wel kunnen uitstellen, maar ik had het beloofd en
dat moet je. Dus ik krijg als eerste verdieping programmeren. Dus hier ga ik waarschijnlijk PHP leren. En hoe ver het loopt, geen idee. Maar ja, en dan ga je naar je volgende minor. Ik weet niet welke het is, misschien digital signage, misschien... Ik hoop XR, want ik wil heel graag XR doen. Deze hele periode aan werken. Laatste periode, het jaar gaat hard, krijg je dan nog 2 minors. Zodat je aan het eind van het jaar wel ongeveer weet welke richting je op gaat. In de tweede ga je dan echt een keuze maken. Dan ga je fulltime lessen volgen in XR. Verdiep programmeren, digital signage, internet of things. En ja, dat zijn de minors. Dus, nou, zoals ik al heb gezegd, hopelijk binnenkort weer op school video's. Ik heb sowieso nog vette dingen aan jullie te laten zien. Maar vond je dit een leuke video? Beloon dan met een duimpje omhoog. Laat een comment achter als je vragen hebt. Kijk ook een video van de andere insiders. Dus laatst eentje gemaakt dat we met z'n allen iets met een shirt hebben gedaan. En ik wil niet te veel zeggen, kijk die video. Echt een toffe video. Vergeet ons ook niet te bezoeken op Instagram en op het Graafsysteem account op TikTok. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen.